Dames en heren, men heeft mij verzocht hier in het cabaret een van mijn liedjes te komen voordragen. En ik heb daarvoor gekozen dat bekende liedje, een van mijn laatste Amsterdamse Jordaanwerkjes, opus 742, getiteld Hengelen, een hengelwedstrijd in de omstreken van Mokum. Ik zou graag willen dat u allen het refrein vrolijk meezong. Ergens in een negerijtje in de buurt van Amsterdam was een ongewone actie te bespeuren. Want de visclub Aas en Vriendschap, zetelend in de Jordaan, zou een grote hengelwedstrijd doen gebeuren. Stoere huisvaders met hangsnorren, in oud-Chinese stijl, dikke ankerkettens op gevulde buiken, stonden loerend aan de wallenkant met hengels in de hand, tussen stillevens van tonnetjes en kruiken. De dobbers deinden in het riet, en 13-stemmig klonk hun lied. Hengelen, 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 aan de waterkant. Hengelen, 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 tussen het boerenland. Vroeg in de velen, vroeg uit je kooi, het zonnetje schijnt en de lucht ruikt naar hooi. Hengelen, 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 hengelen is zo mooi. Loentse Nelis had zijn deeg bereid naar een geheim recept. In zijn wang, opdat geen mens eraan zou komen. Iedere keer dat hij een deegje aan zijn haakje wilde doen, werd die aasbal even uit de safe genomen. In de hitte van de wedstrijd slikte hij die deegbal in. Maar beneveld door diverse oude klaren, stond hij woedend te beweren, die was uit zijn wang gejat, waar er zakkenrollers in het gezelschap waren. En spoedig lagen tussen het kroos 6 leden zwaar bewusteloos. Doen we mee?